Johannes hoofdstuk 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden, Hij is werkelijk de profeet. En anderen zeiden, Hij is de Christus. En weer anderen zeiden, De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat, Christus, dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Betlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. En de dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hen: Waarom hebt u hem niet meegebracht? Ja, de arrestatieteam. De dienaars antwoordden. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoorden hun, bent u soms ook misleid? Heeft iemand van de leiders soms in hem geloofd of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent is vervloekt. Nicodemus die s'nachts bij hem gekomen was, die een van hen was, zei tegen hen, veroordeelt soms onze wetten de mens als hij hem niet eerst hoort? en kennis genomen heeft van wat hij doet. Zij antwoorden en zij zeiden tegen hem, bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis. Amen. Laten we willen. Vader, dank u voor uw woord. Spreek tot ons Heer, heilig ons in uw aanwezigheid. Vader, laat uw wil geschieden. En niet de onze. Laat uw woorden hier regeren in ons leven. In Jezus' naam, geef u alle eer en glorie. Amen. Zegt degene die naast u is, drink zonder mate. Drink zonder mate. Amen. Drink zonder mate. God is goed. In dit hoofdstuk hebben we gezien dat Jezus um, naar het loofhuttenfeest gaat. Allereerst verborgen en daarna staat hij op in de tempel op de helft van het feest, want het feest duurde zeven dagen. En op de helft van het feest stond hij op en begon onderwijs te geven en heel veel mensen kwamen tegen hem um, in. En nu zien we dat op de laatste, de grote dag van het feest, Jezus ineens opstaat weer. En hij roept een uitnodiging uit tot het volk. Dit loofhuttenfeest duurde natuurlijk zeven dagen. Zoals we al de laatste week aan het zeggen. Het zeven dagen feest. Een van de populairste feesten van het Joodse kalender. En in dit feest vierden zij de voorziening van God. Uh, hoe God voorzien had voor hun in de woestijnperiode. Toen. God Israël uit het volk Egypte had bevrijd. en hun aan het leiden was naar het beloofde land. waren daar, dat hele volk was daar. en God voorzag voor hun op heel veel verschillende wonderbaarlijke manieren. En een van die manieren was dat. Um, het volk ineens begon te schreeuwen voor water. en God zei tegen Mozes: sla op de rots. En toen hij op de rots sloeg met zijn staf. Spleet de rots door midden. En begon water te stromen uit de rots. Ja, geweldig, wonderbaarlijke voorziening. Daar, midden in de woestijn, waar geen water was, heeft God water voorzien voor hen in de woestijn. En tijdens dit feest. Gedachten ze aan die periode in de woestijn. En aan de wonderbaarlijke voorzieningen van God. En wat we zien dat tijdens dit feest... Dat er een, een, dat er een priester... of de hoge priester... een gouden vat nam. Je zou het kunnen zeggen... een gouden emmer nam, als het ware. Een gouden kruik nam. En naar het bad van Siloam ging. En daar water putte uit Siloam. En naar het altaar ging. En het water uitgoot... over dat altaar. Yes? Dat was wat ze deden. En dat elke dag... Opnieuw en opnieuw voor zeven dagen lang. De priester ging dus met het gouden vat naar het altaar en goot het uit over dat altaar. Als teken van dankbaarheid voor wat God heeft gedaan voor hun in het verleden. Maar niet alleen maar dat, het water dat uitgegoten werd anticipeerde of keek ook vooruit naar de tijd dat God zijn geest zou uitstorten over alle vlees. Amen. Dus die twee dingen staan hier centraal in dit feest. Kijken naar achter en zeggen dank u Heer, want u hebt water voorzien voor ons toen wij niks hadden. En Heer, wij kijken vooruit naar de dag dat u uw geest uitstort over ons. En op deze laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daarop en hij schreeuwde uit: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. En drinken. Daar stond Jezus op. En hij nodigde de mensen uit. Om dat water van hem te nemen. Om de geest van God te ontvangen. Zullen we zo meteen gaan zien. Jezus roept hieruit. Een geweldige uitnodiging. Voor elk van ons. Wat Jezus hier uitroept is van belang. Allereerst door de plek waar hij dat uitroept. Dat was in de, in de hof van de tempel. In de buurt waar al die dingen plaatsvonden. Waar iedereen samen kwam om te aanbidden. Daar riep Jezus dit uit. En ook het moment waarin hij dat zegt. Hè? De laatste, de grote dag van het feest. Wanneer hè, op het hoogtepunt van het feest. Daar staat Jezus op. En roept dit uit. En nodigt iedereen uit om tot hem te komen. Hij fluistert het niet, hij roept het, zodat een ieder het mag horen. De uitnodiging is allereerst breed. Het is voor iedereen. Hij nodigt iedereen uit. Het is niet zo dat Jezus hè, zei van oké, okay, er zijn een paar VIP's hier en jullie mogen hier. Nee, Jezus nodigde iedereen uit. Maar de uitnodiging was tegelijkertijd ook heel smal. Want het is voor een ieder die dorst en ieder die erkent dat hij een nood heeft. Dat, en dat is belangrijk om tot Jezus te komen. Om tot Jezus te komen en zodat hij ons kan veranderen, is het nodig dat ik mijn nood erken. Dat ik erken dat ik een probleem heb. Dat ik erken dat ik zondig ben. Dat ik erken dat ik eigenlijk verdwaald ben zonder hem. Dat ik dorst heb. En Jezus spreekt hier over die geestelijke dorst. in ons. Dorst is het gebrek aan iets, een leegheid, een, een schreeuwende nood. Ik weet niet of een van jullie misschien ooit heel erg dorst heeft gehad en er was nergens te drinken. Heeft iemand dat ooit meegemaakt? Ja, we leven in een land waarin je dat niet echt mee hoeft te maken, maar in andere landen maken ze dat mee. Ja, wij zijn, hebben best wel luxe en geef God daar dank voor. We kunnen gewoon de kraan openen en er komt water uit. Maar veel mensen in deze wereld niet. Maar stel je voor dat je zo'n dorst hebt en dat er nergens water te bekennen hebt is. Sorry. Wat doe je dan? Je zoekt met al je macht, of niet? Je zoekt met al je macht, want water is nodig om te overleven. Jezus gebruikt hier die met, dat, dit metafoor van drinken, want iedereen kan drinken. Het is het eerste wat we doen wanneer we uit de baarmoeder komen, wanneer we geboren worden. Is het eerste wat we doen is drinken. Want als we niet drinken, kunnen we niet groeien, kunnen we niet overleven. En Jezus gebruikt dit beeld van drinken, dit, dit simpele beeld van drinken, deze simpele handeling van drinken, om het geloven in Hem te vertegenwoordigen. Drinken van Jezus is geloven in Jezus. Amen. Hoe drink ik dit water Jezus? Door te geloven in Hem. Door te vertrouwen in Hem. En Jezus, Hij claimt hier. Hij, en en, hij, en hij, zegt hier, hij, hij maakt zichzelf hier het hoogtepunt van dit feest. En Hij zegt, alles wat jullie tijdens dit feest hebben gevierd, wijst en vindt zijn vervulling in mij. Hij claimt, hier om, hij claimt hier, zijn claim is hier dat hij de bron van de zegen is. Dat hij het bron is van het levend water, die, die geanticipeerd werd door het feest. Het feest keek voor einde daarnaar. En Jezus zegt: de volheid is hier nu aanwezig. Te midden van jullie. Wat Jezus hier op een hele simpele manier zegt, is eigenlijk: zet je vertrouwen in mij. Laat mij leven op de troon van jouw hart. En je zal overvloed van leven ervaren. Amen. Heel, ja, soms, als we de Bijbel lezen, zien we allemaal heel moeilijke woorden, et cetera. Maar als ik dit, deze uitnodiging moet samenvatten, is dit wat Jezus zegt: Vertrouw in mij. Maak mij heer over jouw hart. En leven en overvloed zullen stromen uit jouw binnenste. Heel simpel. Het enige wat we hoeven te doen is te vertrouwen en te gaan tot Jezus. Jezus, hij is de rots waar levend water uit stroomt. Hij is de rots. Zoals in de woestijn. Die rots die daar in de woestijn was voor de Israëlieten, was een schaduwbeeld die wees naar de ware rots waar het levend water uit komt. En dat is Jezus. Dit werd vervuld in Jezus. Hier zie je ook weer die connectie tussen water en geest. Hè? Want hij zegt, levend water hè, zullen uit jouw binnenste stromen. En Johannes zegt, en dit zei hij over de geest. Dus water en geest zijn, hè, zijn zo diep verbonden in de Bijbel. Het water staat voor de geest van God. Amen. En Jezus, Hij is degene die doopt met de geest. Hij is degene die vervult met de geest. En Hij geeft de geest zonder mate. Zonder enige beperking, zonder enige grens aan een ieder die in Hem gelooft. Hij is die rots. Hij is die rots die geslagen zou worden. En waaruit water... Waaruit de geest zou komen. Waaruit de gave van de geest zou komen. Jullie volgen mij. Want Johannes, wanneer hij spreekt over Jezus die daar aan het kruis hing. Wat gebeurde daar aan het kruis? Jezus hing daar aan het kruis voor ons allemaal. Hij gaf, Hij was zijn leven aan het geven voor een ieder van ons. En Johannes zegt hier. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Wat bedoelt Hij met dat Jezus nog niet verheerlijkt was? Het moment van Jezus' verheerlijking, het moment waarin de glorie van God openbaar zou worden tot een ieder, was het moment dat Jezus daar aan het kruis zou hangen voor ons. Het moment waar Jezus zou sterven, waar Hij zijn leven zou geven voor een ieder van ons. Wij verdienen het niet, maar Hij gaf het. Hij gaf het. En toen hij daar aan het kruis hing, de rots, wat gebeurde er? Er kwam een speer in zijn zij. Hij werd geslagen met een speer. En de, Johannes zegt ons dat bloed uit zijn zij goot. Bloed en wat? En water. Bloed en water. Bloed voor de vergeving van onze zonden. En water, dat staat voor de eindelijk, de geest. Kan komen in al zijn volheid. Doordat Jezus verheerlijkt is. Aan het kruis. En de opstanding. Amen. Het is prachtig hè. Ik hoop, ik hoop dat het overkomt. De geest zal uitgestort worden. Wanneer Jezus verheerlijkt wordt. Door zijn kruis. En door zijn opstanding. Wat Johannes hier zegt, hè, wanneer hij zegt, want de Heilige Geest was er nog niet. Dat betekent niet dat de Heilige Geest tot nu toe niks had gedaan. Nee, want dat zien we in het Oude Testament. De Heilige Geest kwam over profeten, over mannen en vrouwen daar in het Oude Testament. En ze deden machtige dingen. Maar Johannes heeft het hier over iets heel specifieks. De volheid van de Geest. Dat de Geest niet meer over ons zou komen, maar dat de Geest nu in ons zou leven. Dat Hij niet meer ons komt bezoeken, maar dat Hij komt om te blijven. En dat gebeurt door Jezus. Door wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Daardoor kunnen wij tempels worden van de Heilige Geest. Halleluja. Door de Geest van God kan de rots van het leven in ons komen wonen. Kan Jezus in ons komen wonen? En hier zien we weer hè, die verbinding dat alles wat Jezus doet in akkoord is met het Oude Testament. Alles wat Hij doet, alles wat Hij zegt is vervulling van wat eerder is gezegd. Halleluja. Deze uitnodiging die Hij hier doet, Hij zegt, en dit zei Hij over de Geest. Die zij die in Hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En daarvoor zegt Hij, wie in mij gelooft, zoals de Schrift zegt. Dus het is niet zoals eh, wie dan ook zegt, nee, zoals de Schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit jouw binnenste vloeien. Dus deze uitnodiging is zo gebaseerd op het Oude Testament. Al deze thema's die hier samenkomen. Het loofhuttenfeest, het verhaal van de exodus, het verhaal van de rots waar het water uit vloeit en de geest. Al deze thema's zijn allemaal gebaseerd op het Oude Testament. Laten we daar naartoe daar naar gaan kijken. Amen. Laten we onze Bijbels openen. In Nehemia, hoofdstuk 9, vers 15 tot en met 20. Nehemia. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik tegen jullie zeg om te openen bij Nehemia. Nehemia 9, vers. Geweldig boek. 9, vers 15. Yes, we hebben hem hier al. Geweldig. En wanneer, terwijl we lezen, let goed op. Hier komen die thema's weer allemaal bij elkaar: Exodus-verhaal. Volk van Israël in de woestijn. Water uit de rots. Manna uit de hemel. Wolkolom in de dag. Vuurkolom in de avond. Gods voorziening. De geest van God. Het komt allemaal als één pakket. Amen? Vers 15: Brood uit de hemel hebt u hun gegeven tegen hun honger. En u hebt voor hen water uit een rots doen komen tegen hun dorst. U hebt hun gezegd het land binnen te gaan en in bezit te nemen. Waarvoor u uw hand opgeheven had. om het hun te geven. Maar zij en onze vaderen. hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn starr geweest. En hebben niet, hen hebben niet naar uw geboden geluisterd. Ze hebben geweigerd te luisteren. En ze hebben niet gedacht aan uw wonderen. die, bij u, die u bij hen had gedaan. Ze zijn starr geweest. En in hun opstandigheid. hebben zij hun, hun, hun hoofd aangesteld. Om terug te keren naar hun slavernij. Dus God doet wonderen. De mens wordt koppig, halsstarrig, doet wat ze wil. Maar, gaat hij verder, u bent een God die menigvuldig vergeeft. Halleluja. Genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan tierenheid. En u hebt hen niet verlaten. Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: Dit is uw God die u heeft doen optrekken uit Egypte. en grote godslasteringen hadden gepleegd. Hebt u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn? De wolkolom week overdag niet van boven hen om hen te leiden op de weg, en ook de vuurkolom s'nachts niet om voor hen de weg te verlichten. Waarop zij zouden gaan, uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw manna hebt u hun mond niet onthouden en water hebt u hun gegeven tegen hun dorst. Amen. Zien jullie dat? Zien jullie al die connecties daar met de uitnodiging van Jezus? Hij is de rots waar het water komt. Hoofdstuk daarvoor zegt hij: Ik ben het brood van het leven. Hij is de manna die uit de hemel komt. De ware manna, het ware brood dat uit de hemel komt. Hier zegt hij: Hij is de rots waaruit het water komt. En wat is het water? De goede geest, de heilige geest, die God aan ons geeft om ons te onderwijzen, om ons te troosten. Halleluja. Andere connectie wat we vinden in in het Oude Testament is in Ezekiel hoofdstuk 47. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen, maar daarin zien we dat Ezekiel um, bij de tempel komt. En er begint, hij krijgt een visioen en de, we zien dat water uit de tempel begint te druipen. En het wordt steeds meer en meer en meer en meer. En, meer en totdat het een rivier wordt. En is zeker gezegd dat deze rivier, overal waar deze rivier zou komen, overal waar dit water komt, dat er leven is dat er leven begint te bloeien. Aan de oevers beginnen bomen te groeien waar die vruchtbaar zijn. Overal waar deze rivier naartoe gaat die uit de tempel stroomt en aan het einde zegt hij het water stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen, het blad ervan tot genezing. En dit wijst naar een rivier van levend water dat uit de tempel vloeit om leven te brengen naar de aarde. En misschien denk je van, Richard, waar heb je nou over? Ik heb het over dezelfde uitnodiging die Jezus hier doet. De vervulling van Ezekiel 47. Wij, wanneer we Jezus aannemen en Hij komt in ons leven leven, in ons hart leven en de Geest van God is in ons, wij worden tempels van de Heilige Geest. En wat stroomt. Uit de tempel. Water. Wat stroomt uit ons leven? De geest van God. Dat overal waar wij gaan. Dat er leven van Jezus aanwezig is. Dat over ieder die wij tegenkomen. Die in droogde. Die, in, die dood is in hun zonde. Dat wij dat water hebben in ons. Om hen te geven. Amen. Stromen van levend water. Zullen uit jouw binnenste vloeien. Waarom? Niet omdat jij de bron... Van dat water bent. Nee, omdat de bron in jou leeft. Omdat de rots Jezus in jou leeft. Jesaja hoofdstuk 12, vers 3 zegt: U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het leven. Halleluja. Jezus vervult hier. Deze, al deze teksten hier vervult hij. Door te laten zien dat hij levend water geeft voor de gelovigen. Dat hij de geest geeft aan een ieder die in hem gelooft. Stromen van levend water zullen uit de gelovigen, de tempels van de geest, stromen. Deze gave van de geest is voor een ieder die gelooft. Of mensen geloven vandaag. Is voor een ieder die vertrouwt. Deze gave van de Geest is voor een ieder die gelooft. Wanneer we geloven in Jezus, dan komt de Geest en Hij brengt de vergeving van Jezus. Hij brengt de rechtvaardiging. Wij krijgen de adoptie. We worden kinderen van God. Elke, elke geestelijke zegen in Christus is voor ons. We zijn kinderen van God. We worden erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Dat betekent dat we een erfenis hebben in Jezus. De volheid van God is beschikbaar voor een ieder die gelooft in Jezus. God geeft zich niet in stukjes van, oh hier, hè? ik zie hier iets kleins. Hier een klein stukje voor jou, alsjeblieft, zodat je een paar dagen vol kan houden. Nee, wanneer je gelooft, geeft God zichzelf volledig aan jou. Wanneer God zegt dat Hij van jou houdt, is het niet zo van: Weet je, ik geef je een klein stukje van mijn liefde, hè, en dan, hè, zodat je een beetje. Nee. Wanneer God zegt dat Hij van jou houdt, dan houdt Hij van jou met, kom, met zijn complete liefde. Is dat niet geweldig? Ik kan het niet eens vatten. Dat God zegt: Ik hou van jou en Zijn volledige liefde is voor jou. Het is geweldig. De schepper van hemel en aarde zegt ik hou van jou. En deze grote, ontzagwekkende, geweldige, onuitputtelijke liefde van God wordt uitgestort zegt Paulus door de geest van God in onze harten. Halleluja. God heeft jou lief. En dat zien we ook. In de tekst die we net hebben gelezen van Nehemia. God heeft deze mensen zo lief dat ook al zijn ze ontrouw aan Hem, Hij blijft trouw aan hen. God. Deze mensen waren een afgod aan het maken. En God was ze nog steeds aan het beschermen met de wolkenlomp. Nog steeds aan het beschermen met vuurkolom. Nog steeds water aan hun aan het voorzien. De manna ging nog steeds door zodat ze konden eten. Wat is dat? De liefdevolle trouw van God, die bezig is in ons leven. Halleluja. De geest wordt niet beperkt gegeven of gierig gegeven. Maar uitgebreid en overvloedig. Jezus verlangt om de Geest te geven aan ons. Hij verlangt het. Om de Geest te geven in volheid, in overvloed. Zodat wij leven en vruchtbaarheid kunnen ervaren in onze droogte en onze onvruchtbaarheid. Halleluja. De Geest komt altijd over een hart dat verlangt om Jezus te verheerlijken. Wanneer we Jezus verheerlijken, komt de geest over ons leven. Amen. Dat zegt hij hè, in Johannes 7. Hè? Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En op het moment dat hij verheerlijkt werd daar aan het kruis, mogen wij hem blijven verheerlijken. En zolang wij als gemeente Jezus blijven verheerlijken, zal de gemeente een gemeente zijn vol met de geest van God. Vol met de geest van God. Een hart dat verlangt om in alles wat hij doet. In, in zijn werk, in, in, in zijn studie, in, in, noem maar op, in familieleven, in zijn huwelijk. In alles wat we doen, wil ik Jezus verheerlijken. En wanneer je zo'n overtuiging hebt in jou, in zo'n mentaliteit hebt in jou, dat in alles je Jezus wil verheerlijken, dan zal je de volheid van de geest ervaren in jouw leven. Want de geest van God komt altijd wanneer Jezus verheerlijkt wordt. Punt. Want dat is zijn rol. Jezus verheerlijken. Amen. En niet een hart dat simpelweg hè, zegt van. Weet je, ik wil, ik wil de Heilige Geest ervaren in mijn leven, hè, zodat ik kan zeggen dat ik het ervaren heb. Soms is het zo. Dat we. Erf, alleen maar ervaringen willen hebben met God. Alleen maar voor de ervaring. Maar wat belangrijk is, is dat wij een hart moeten hebben die verlangt om Jezus te verheerlijken. Een hart dat niet alleen maar op zoek is naar een ervaring, maar een hart dat op zoek is naar de persoon Jezus en die Jezus lief heeft en die Jezus wilt verheerlijken in zijn of haar leven. Amen. Dus deze uitnodiging is voor een ieder van ons hier aanwezig. Voor een ieder van ons. Wat is jouw reactie op deze uitnodiging? Wat is jouw reactie? Wat ga je doen? Wat deden deze mensen? Johannes gaat verder en we zien dat er verschillende reacties zijn van de mensen, zoals we al eerder hebben gezien, telkens opnieuw en opnieuw. Sommigen zeggen van, oh, dit is werkelijk de profeet. Anderen zeggen, hé, hey, dit is de Christus. En weer anderen zeiden, hé, hey, maar komt de Christus uit Galilea? Hij moest toch uit Bethlehem komen? Er ontstond verdeeldheid onder de menigte vanwege hem, zegt Johannes in vers 43. Jezus onderwijs. En zijn claims leiden weer tot verdeeldheid bij de mensen. Johannes, hij laat ons steeds weer zien dat er geen ruimte is voor neutraliteit bij Jezus. Eenmaal ik van Jezus heb gehoord, moet ik iets met Jezus doen. Of ik geloof in hem en ik vertrouw in hem, of ik verwerp hem. En ik zeg van nee, ik wil niks met Jezus te maken hebben. Het is niet, er is geen tussenweg. Dat ik zeg van, ah, een klein beetje Jezus en een klein beetje mijn eigen ding. Nee. Wanneer ik Jezus woorden heb gehoord, dan is er een respons nodig. En het is altijd een ja of het is een nee. Altijd een ja of een nee. Er is geen ruimte voor neutraliteit. Het beste antwoord is geloven. Dat is het beste antwoord. Dat wanneer Jezus zegt. Kom naar mij toe. Ja, Heer, ik kom naar u toe. Geloof in mij. Ja, Heer, ik geloof in u. Ik geloof in wat u zegt. Ik geloof in wat u zegt. Ja, u hebt gelijk. En deze mensen komen en ze hebben allemaal verschillende uh, um, theorieën, verschillende uh, claims. Sommigen geloven dat Hij wel de Christus is. Anderen zeggen Hij is de Profeet. Anderen zeggen, hè, um, hij kan, de Profeet komt toch niet, de Christus komt toch niet uit Galilea? Al deze dingen hebben één overeenkomst. En we kunnen allemaal één conclusie eruit trekken. Deze mensen beseffen nog steeds niet wie Jezus is. Deze mensen beseffen nog steeds niet dat Jezus door God gestuurd is. Deze mensen begrijpen nog steeds niet dat Jezus de unieke zoon van God is die van boven komt. Dat zien we. Ze begrijpen het niet. Er is verdeeldheid onder hen. En de Phariseeën en de overpriesters. Worden nu, gaan nu Jezus bedreigen en sturen zelfs een soort van arrestatieteam naar hem toe. En zeggen van, haal hem op, arresteer hem, breng hem naar ons. En deze mensen gingen daar naartoe, hoorden de woorden van Jezus, komen terug bij de overpriesters. En de overpriesters en de farizeeërs die heel zagrijnig waren die dag, die zeiden tegen hen, hé, hey, waarom heb je hem niet meegebracht? En het antwoord is geweldig. Dienaars antwoorden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Wat een klap in het gezicht voor de farizeeërs! Stel je voor, dit zijn de topleraren van de topleraren, En zij komen terug en zeggen: nog nooit heeft een mens gesproken zoals deze mens. Dus jullie ook niet. Nog nooit hebben we iemand zou horen spreken. En Petrus in dat vorige hoofdstuk zei geweldig, hier waar anders kunnen we gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. Nog nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. En die Phariseërs waren boos natuurlijk. En de Phariseërs antwoorden, bent u soms ook misleid? Dus wat ze hier zeggen is van hé, ze beschuldigen hen dat ze ook misleid zijn. Jullie zijn misleid, net als de anderen. Tweede is wat ze zeggen, niemand, van, dat niemand van de leiders in hem hebben geloofd, of ook niet van de farizeeërs. En de ironie is, dat, dat ze dit zeggen, vers 48, heeft iemand van de leiders soms in hem geloofd, of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. En dan vers 50, Nicodemus, één van de farizeeërs. Die in de nacht naar hem toe kwam in hoofdstuk 3. En die heel nieuwsgierig was naar Jezus en, en, wat, en, en, en meer wou weten over Jezus. En dat Jezus zegt dat we opnieuw geboren moeten worden van boven. En, en, en hij heeft een geweldig gesprek met Jezus. Deze fariseeër. begint heel nieuwsgierig. En nu zien we dat hij zelf Jezus komt verdedigen tegenover, de, tegenover zijn collega's. Er begint verandering te komen in het leven van Nicodemus. En hij, en hij verdedigt Jezus door te zeggen van hey, veroordeelt soms onze wet de mens als Hij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet, en zij antwoordde boos terug. Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en, dat, onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En dit is niet waar, dat in Galilea geen profeet op is gestaan. In hun blindheid maken ze een fout. De profeet Jonah komt uit Galilea bijvoorbeeld. En Nicodemus, hij verdedigt Jezus hier. En ze zeggen zelfs dat de menigte die de wet niet kent, vervloekt is. Wauw, wauw. En de ironie die Johannes brengt in zijn evangelie is. Dat Jezus eigenlijk zegt, dat degene die juist de wet kent, hem zal aannemen. En als je de wet niet goed kent, dan is het logisch dat je hem niet aanneemt. En uit hun antwoord zie je ook, dat ze de wet niet kennen. Dat ze de wet niet kennen, anders zouden ze Jezus aannemen. Nicodemus hier. We zien hier een geweldig proces in zijn leven. Begint als een nieuwsgierige onderzoeker. Nu zien we hem... Voor de tweede keer in het Evangelie. En we zien dat hij een verdediger wordt, zelfs van Jezus. En een beetje een, hoe noem je dat? Een, uh, nu ben ik het woord kwijt. Um, wanneer iemand iets verklapt van het verhaal. Anyways. Um, spoiler, dankjewel. Spoiler alert. Nicodemus. Nicodemus. Nicodemus in het Evangelie van Johannes zullen we hem aan het einde zien. Wanneer Jezus is gestorven, zal hij samen met Jozef van Arimithea het lichaam van Jezus nemen en het begraven. Aan het einde zien we dat hij een gelovige werd, een discipel van Jezus, iemand die Jezus een waardige begrafenis zou geven. Heel vaak, wanneer we. Mensen zien. willen we graag in één keer de verandering zien, of niet? <laughs> zeggen: Oh, je bent toch christen, maar je doet dit nog steeds, en je doet dat nog steeds, en, ja, en je bent zo nog, en je bent zo nog. We willen gelijk de verandering zien in één keer compleet veranderd. Maar laat me jou één ding zeggen: verandering bij God is een proces. Is een proces. En dat zien we in het leven van Nicodemus. Hij begon eerst als. Iemand als een twijfelaar, als een onderzoeker. En nu wordt hij een verdediger van Jezus. En we zullen zien dat hij zelfs een discipel wordt van Jezus. Dus vertrouw op God. Als je soms familieleden hebt in jouw leven, of vrienden waar je heel veel van houdt, en je bidt zoveel voor hun. en je soms, soms ah, maak je weer een, ah, frustraties, en, en je denkt van ah, waarom veranderen ze niet, waarom dit niet. Vertrouw op God. Laat God werken in hun leven. God is bezig. Blijf bidden. Blijf vertrouwen in God. Amen. Haal hoop uit het Nicodemus-verhaal. Ik haal hoop uit het Nicodemus-verhaal, want ik weet dat niet alles in één keer komt. Maar dat God wel bezig is, stap voor stap, om veranderingen te brengen in het leven van mensen. Amen. Jezus, en ik hou ervan, ik hou ervan hoe dit hoofdstuk eindigt. Vers 53. En ieder ging naar zijn huis. En ieder ging naar zijn huis. Iedereen ging weer terug naar huis. Zoals we aan het einde van deze dienst zullen doen, en ieder gaat weer naar huis. Eh? Johannes, Laat ons hier zien dat Jezus ons leven uitnodigt om tot Hem te komen en te drinken. Het enige wat we hoeven te doen is te zeggen: Heer, ik heb dorst. Ik heb een nood. Ik geloof in U. Ik vertrouw in U. Jezus wil dat jij in de volheid van de geest leeft. En ik eindig met een vraag: Wat is jouw reactie? Wat is mijn reactie? Tot deze uitnodiging van Jezus. God geeft zonder mate. Amen. Drink niet met mate. Drink zonder mate. Drink alles. Drink zoveel er is. Er is oneindig. Van het water dat Jezus geeft. Amen. Ja, wanneer je die reclame ziet van. Uh, Laten we zeggen, ik ga geen merknamen noemen nu, maar hè, reclames van bier en alles. Het staat er altijd in heel kleine lettertjes, lettertjes. Drink met mate, een soort van waarschuwing. Drink met mate, of niet? Hebben jullie dat ooit gezien? <laughs> maar Jezus doet een uitnodiging en zegt hier, ik wil de geest geven. En hij zegt niet drink met mate, hij zegt drink zonder mate. Want hoe meer je van de geest in jouw leven hebt, hoe meer je zal overwinnen in jouw leven. Amen. Soms hebben we sommige worstelingen in ons leven. We worstelen met sommige dingen dat we niet kunnen overwinnen uit onszelf. En ieder van ons heeft dat. Je bent niet alleen hier, ik heb dat ook. Maar hoe overwin ik? Door de volheid van de geest te ontvangen van Jezus. Door telkens wanneer ik geen kracht heb. Door telkens wanneer ik het niet meer kan. Door telkens wanneer ik faal. Dat ik zeg, Heer, ik heb een nood. Heer, ik kan niet meer. Heer, ik kom naar u toe. En Jezus zegt, Hier, drink van mijn geest. Hier is mijn volheid. Hier is mijn kracht. Hier is mijn vergeving voor jouw leven. Halleluja. Dat is onze Jezus. Leef niet, leef niet met minder dan wat God voor jou heeft voorzien. Amen. Wees niet tevreden met minder dan wat God voor jou heeft voorzien. Wat heeft God voor jou voorzien? Volheid, overvloed, leven, eeuwig leven, vergeving, rechtvaardiging, bevrijding, vrijheid, redding, verlossing. Ik kan zo de hele tijd door blijven gaan. Dat is wat Jezus geeft aan ons. Die geloven in hem. Die vertrouwen in hem. Amen. En soms. Tijd. Uh, ja, we leven. Soms leven we. Alsof we niet kinderen van God zijn. Soms leven we onder de standaard. Van wat God heeft gezegd. God zegt. Doen. Alles. Volheid. Overvloed. En soms. Blijven we alleen maar naar onszelf kijken. Naar hoe zwak wij zijn. Nou, hoe wij het niet verdienen. Nou, hoe wij zo niet perfect zijn. En naar hoe wij het niet kunnen. En blijf naar onszelf kijken. En, en dan ga je leven alsof hè, onder de standaard. Terwijl God zegt: kom naar mij toe en, en ontvang mijn volheid. Ontvang wat ik aan jou geef. Amen. Vertrouw in Hem. Leef niet onder de standaard van God. Je bent een erfgenaam, je hebt een erfenis in Christus. Amen. God heeft rijkdom, geestelijke rijkdom voor zijn kinderen. Wij zijn allemaal hier rijk. Amen. En dan heb ik het niet over geld. Dan heb ik het over de geest. Wij zijn hier allemaal rijk. Want rijkdom in het, het Koninkrijk van God is niet verbonden met. Jouw rekening. Het <laughs> is niet verbonden met jouw salaris, is niet verbonden met welke auto je rijdt, met, met jouw huis, met al die dingen, nee. Rijkdom bij God is verbonden met het kruis, met wat Jezus heeft gedaan. Aan het kruis en in de opstanding. In de gaven van de Geest. Amen. Prijs de Heer. Halleluja. Laten we opstaan en laten we bidden.